Raadsvergadering 27 november, de ene laatste volledag dit jaar. Wij beginnen de vergadering zoals gebruikelijk met even een moment. Voorzitter, het college wil de leges voor evenementenvergunningen verhogen, zodat het legesbedrag meer in lijn is met de besteedde ambtelijke uren. Dit betreft een forse verhoging van de organisatoren van een evenement. We spreken hier al gauw tot 250 tot 500%. Terwijl het voor de gemeente Aalten een relatief klein bedrag is, ongeveer 6500 euro. Een belangrijke oorzaak zijn de hoeveelheid regels waardoor ambtenaren er langer mee bezig zijn. Geeft de gemeente hier geen verkeerd signaal af? Evenementen zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale cohesie van onze gemeente. Evenementen zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Iedereen wil een levendig dorp waar diverse activiteiten georganiseerd worden. Dit trekt ook mensen van buiten ons dorp. In ons raadsprogramma is opgenomen dat we de regeldruk proberen te verminderen. Ik citeer: de huidige regels worden door veel instellingen als knellend ervaren. Ze werken verwarrend en ze worden te strikt gehanteerd. De raad vindt het belangrijk dat de huidige regelgeving en vergunningverlening tegen het licht moet worden gehouden. Gaan we evenals Oorschelde in zijn geheel geen leges heffen en dus ook geen kosten maken in deze, zal ongetwijfeld niet alleen te maken hebben met de Zwarte Cross, maar onze buurgemeente houdt wel van een feestje. En zoals u schrijft, wilt zich graag als evenementengemeente profileren. Dan hebben we het over Oorschelde dus. In onze mooie gemeente maken we, zo u zegt, 140.000 euro kosten met een dekkingspercentage van 4%. Wellicht kan vanuit het bedrijfsvoeringsconcept is gekeken worden of er efficiëntie met de uitvoering gewerkt kan worden. Efficiënter. Zonder dat u dat doet aan die mooie volzin, dat u wat doet aan die mooie volzin, en dat wil ik even citeren, dat van bestuursrechtelijke herstelmaatregelen, te weten veiligheid van mens en dier, zwaarder wegen dan het algemeen belang, dat is gediend met, zoals er juist ook al gezegd werd, met het verminderen van regelgeving. Voorzitter, met gemeentebelangen zijn wij van mening dat het goed is om nog eens met het SAP, noem ik het even, om de tafel te gaan zitten en tot een vergelijk te komen. En misschien komt u dan tot de conclusie dat het voorbeeld van Oorschelde wel doelmatiger is als het verhogen van de tarieven. Die doet voor ons toch wel wat vreemd aan. Als we deze legesverhoging door zouden voeren, zijn we nog niet lang niet kostendekkend. En dat is eigenlijk wel ons uitgangspunt. Wij hebben het in ons verkiezingsprogramma staan. We hebben ook eigenlijk gezegd van nou, leges moeten en kostendekkend zijn. Maar nou, er zijn net wat bedragen genoemd, verhogingen van 250%, dat zegt natuurlijk ook niet zo heel erg veel. Maar ook de percentages die het SAP heeft genoemd, zijn ook enkele procenten verhoging. Wat wij willen voorstellen is van nou, laten we nou eens kijken naar de alternatieven die er zijn door het SAP aangedragen, maar ook in de vergunningverlening, hoe gaan we daarmee om? En laten we nou dit jaar eens zeggen van nou, laten we die verhoging voor dit jaar eens achterwege laten. Laten we volgend jaar eens goed gebruiken om naar de alternatieven te kijken, maar ook naar alternatieve voorstellen en dan in 2019 daar een goed besluit over te nemen. Om te zeggen, nou, zo gaan we met de vergunningen om. Dat lijkt ons heel veel beter. Dus in die zin, het amendement van de GB spreekt ons warm aan. Ten aanzien van de leges zien wij de voorgestelde verhoging niet als onoverkomelijk. Om even een voorbeeld aan te geven, het gaat van 19 euro naar 50 euro. Of van 28 euro naar 150 euro. Dat vind ik zeer weinig. En, een groot deel van die evenementen wordt vaak door dezelfde persoon, althans als ik er ben, zie ik altijd dezelfde personen bezocht. Dat deze mensen iets terugbetalen voor de inzet van de gemeente op dit punt, zien we dan meer in dit licht van het zijn van een van de goedkoopste gemeenten in zaken de OZB als niet meer dan normaal. En als dat dan een paar cent per biertje meer moet kosten, tja, dat heb ik er dan persoonlijk wel voor over.
Ook moeten we niet vergeten dat ook bezoekers van buiten de gemeente, het werd net al gezegd, ook op deze activiteiten afkomen. Zij betalen bijvoorbeeld geen OZB, maar krijgen er wel iets voor terug. Daarom zullen we de lezersvolging steunen. Wel willen we graag dat als de procedure eenvoudiger kan in het kader van deregulering, dat er daaraan gewerkt wordt. Het laatste onderwerp dat we nader toe willen lichten is de verhoging van de leges bij evenementen, hetgeen gemeentebelangen en amendement over heeft ingediend. Tijdens de behandeling van dit stuk bij de RTG werd duidelijk dat de openbare orde en veiligheid erg belangrijk is bij evenementen en hier meer bij komt kijken dan in eerste instantie misschien lijkt. We moeten ons goed realiseren dat de kosten voor ambtenaren, politie en brandweer er nu eenmaal zijn. Leges zijn bedoeld om deze kosten te dekken. Tijdens de RTG werd door de heer Klein-Enting gevraagd om de politieke keuze te maken om geen legesstijving bij maatschappelijke evenementen. En hoewel D66 het idee sympathiek vindt, vragen wij ons af of dit uitvoerbaar is. Bij maatschappelijke evenementen zouden wij liever zien dat de verhoging van de leges gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld een subsidie. Op deze manier blijft het systeem van legeheffing helder en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten evenementen. Graag horen wij van het college of men bereid is om met een passende subsidieregeling te komen. En D66 erkent ook dat die maatschappelijke evenementen erg belangrijk zijn voor de sociale cohesie. Maar wij vinden ook dat de uiteindelijke prijs van de leges, omgerekend nog geen euro per persoon, in verhouding staat tot de kosten van het evenement voor de gemeente. Als wij kijken naar de omliggende gemeenten, zijn wij, met uitzondering van de gemeente Oost-Gelre, zelfs het goedkoopst. Wij zullen dan ook niet instemmen met het amendement. De verhoging van de leges is met de voorgestelde aanpassingen nog bij lange na niet kostendekkend. Wij kunnen daarmee instemmen, omdat evenementen bijdragen aan leefbaarheid. Onze buurgemeente Oost-Gelre geeft nog meer ruimte aan activiteiten en evenementen door een nultarief te hanteren. Maar krijgt via de achterdeur wel bijna 150.000 euro toeristenbelasting binnen om de kosten te kunnen dekken. Zover hoeft het voor de VVD-fractie niet te gaan, maar wij willen wel in overweging geven om in de toekomst voor niet-commerciële evenementen geen leges in rekening te brengen. Voor nu kunnen wij akkoord gaan met dit voorstel. De legeverhoging, zoals voorgesteld, geeft een aantal procenten meer kostendekkendheid dan tot op heden. 7% van alle evenementen in Aalten valt in de groep grote evenementen. Deze gaan in de toekomst dus die 150 euro leges betalen. Voor een grote, heel vaak ook commercieel evenement. We denken dat dit geen onoverkomelijk bedrag is. Wij komen op van 2 cent gaat het naar per persoon, 6 cent per persoon of 10 cent per persoon. Dus geen euro per persoon, maar we gaan 4 of 6 cent meer vragen van een bezoeker tijdens een evenement. Nou, om een biertje is dat denk ik dan een cent of een halve cent. Voor een matige drinken. Dat het belangrijkste is natuurlijk de vraag van het hele verhaal rond de leges. Ik denk dat het eigenlijk toch een soort inhaalslag is. Al jaren zijn wij ongeveer op dit niveau en die zijn wel trendmatig steeds meegegaan. Maar 2% op 12,60, dat gaat niet erg hard. Terwijl onze kosten, en terecht melden ook organisatoren wel dat hun kosten stijgen. Maar dat is natuurlijk voor ons ook. Sinds Haakbergen is daar toch een enorme professionaliseringsslag landelijk overheen gegaan. En dat merken wij ook. Het verkeerde signaal, zoals GB dat meldt net, dat wij zomaar zeg maar, dit negatief behandelen, zeg maar, en ook dat wij niet meewerken. Ik denk dat dat totaal niet waar is. Ik denk dat juist al die grote vergunningen, die zijn juist allemaal maatwerk, want daar wordt allemaal met de organisatoren over overlegd. Uitgebreid, er wordt advies gevraagd van de politie, dat wordt weer neergelegd. Dat is bij de wat ingewikkeldere zaken, evenementen of waar geregeld ook wat verandert, is dat behoorlijk veel werk en dat is in ieder geval ook maatwerk. Dus wij denken wel degelijk mee met de goede, met de organisatoren. Dan is de principiële vraag, hoeveel is die dat waard? Nou, het normale uitgangspunt is dat wij kostendekkend werken. Ja, als we dan, of in zekere zin kan je zeggen, of het een 4 of 8 of 9%, dat blijft lood om oud ijzer. Ik denk niet, wij denken als college niet dat dit een onredelijk bedrag is voor inderdaad evenementen waar soms duizenden mensen op afkomen, soms meerdere dagen. Nou, dan is die 150 euro over al die bezoekers en alle consumpties toch heel makkelijk te verdelen.
En over de subsidie per evenement, het ging ons niet per se over organisaties die die evenementen doen, maar op het moment dat die maatschappelijke evenementen waar gemeentebelang het ook over heeft, want dat is volgens mij vooral de kern, niet de commerciële evenementen, dan mochten zijn de problemen komen, daar zouden we dan eventueel een eenmalige subsidie voor beschikking stellen, maar dan blijft het hele legiestelsel blijft dan overzichtelijk. Maar als de heer Wikkering daar nu mee bezig is, dan zien we dat ook graag in het volgende voorstel terugkomen. En daar zouden we dan ook graag een toezegging over hebben dat, dat die subsidieregelingen, dat die ook in het voorstel worden opgenomen. Of in ieder geval een uitwerking daarvan. In de praktijk is het natuurlijk, werkt het wel een beetje zo dat vooral natuurlijk waar er gepiept wordt, we optreden. Dan nog eventjes... mevrouw de Brezet heeft het over van organisaties in de problemen komen. Nou, ik moet het nog zien. Als je ziet, die kleine organisaties die hoeven al niks te betalen. Kleine evenementen, die grotere 50. De echte grote, en dat zijn volgens mij echt alleen maar allemaal de grote commerciële organisaties. Waar in ieder geval commercie hun rol bij speelt, laat ik het voorzichtig zeggen. Daar kan dat geld volgens mij geen rol spelen. Dus wethouder Wikkering heeft het gehoord, ongetwijfeld wat hij over de subsidies heeft gezegd, maar... Ik moet nog zien of dat nou in een regeling of zoiets is te trekken. Je moet wat gaan doen als het noodzakelijk is. Hebt u net ook genoemd met de politie. Waarom zouden we het hier moeten doen? Zijn die legeverhoging echt noodzakelijk om de gemeente te redden? Wij denken van niet. En het was ons meer het doel om in gesprek te gaan met organisatoren. Om de leefbaarheid, waar ook allerlei inkomsten van de andere kant binnenkomen. Om daar wat een gebaar aan te maken. En zeer zeker deel ik uw mening niet met betrekking tot de organisatoren. Want we hebben duidelijk hier Klein Enting hier horen spreken dat er nog veel te doen is om de zaak beter op elkaar af te kunnen laten stemmen. En misschien daar ook dan een pak maken om te zeggen van hoe kun je daar met een redelijke kostenverdeling met elkaar tot overeenstemming komen. Dit lijkt een beetje van, nou, 50 euro is een mooi bedrag, 150 euro is een mooi bedrag. Dat doen we maar. Dat was eigenlijk ons betoog voor ons abonnement. Het zou plezierig zijn in elk geval ook voor de... En dat is ook een van de redenen waarom wij eigenlijk wel achter het amendement van gemeentebelangen staan. Gebruik nu eerst dit jaar eens om te kijken wat de kosten zijn en hoe dat te overleggen is. Op zichzelf is natuurlijk 18 euro of 25 euro niet veel, dat begrijp ik zelf ook wel. Maar de motivering daarvoor, die vinden wij dat in dit voorstel wel ontbreekt, omdat 140.000 is een bedrag, ja, maar is 4%, dat is een getal, maar het zegt niks over de werkelijke kosten die gemaakt zijn voor dingen. Dus dat is de directe vraag. Maar in algemene zin is het natuurlijk gewoon al die uren van onze evenementenmensen, van de horecamensen, van de BOA. En dan hebben we nog niet eens volgens mij de kosten van de veiligheidsregio, die wij natuurlijk ook nog weer betalen, die ook adviseren, die zitten er nog niet eens bij. En de politie, die betalen we natuurlijk ook niet. Maar goed, voor mij zijn we het gewoon met elkaar daarover niet eens. En is dat, daar genoeg over gezegd. Maar voorzitter, ik vraag al een vraag dat u die vanavond niet kan beantwoorden op dit moment. Daar heb ik wel begrip voor. Want ik snap ook wel dat niet alles praten zijn. Maar het is toch niet, het is toch een legitieme vraag om te zeggen. Zou u de komende periodes niet kunnen gebruiken om na te gaan. Ook in het kader van het amendement dat de gemeente belangen. We gaan het meer ondersteunen. Misschien niet ingediend, maar dat hoeft ook niet, om de komende tijd eens na te gaan. Wat zijn nu de dienstverlenende kosten en wat zijn de handhavende kosten? Dat is toch een legitieme vraag, zou ik zeggen. Ja, maar dat is toch met elkaar verweven. Wat dit voor deze discussie uitmaakt, is mij niet duidelijk. Dat je amendement van gemeentebelang in stemming, dus het schrappen van de legesverhoging, daar komt het op neer. Wie is voor dit voorstel? En dan gemeentebelangen voor, VVD, ChristenUnie, voor, HMV, voor, D66, tegen, PP, tegen, CDA, tegen. Dan is dat amendement verworpen. Dan brengen we 7 om 13
Dan brengen wij het voorstel tot wijziging van de APV, inclusief de lezersverhoging, in stemming. Ik ga nu maar om. CDA. Voor. PP. Voor. D66. Voor. HMV. Tegen. CU. Voor. VVD. Voor. GB. Dan is dit aangenomen met 14-6.